Leni Onsia, derde jaar op rij kampioen met Tine. Hoe voelt dat aan? Ja, voor mijzelf is het tweede jaar natuurlijk. Maar dat is geweldig, hè, als je 2 jaar achterin kampioen kunt spelen. Voor sommige meisjes zijn 3 jaar achterin, zoals gezegd. Ja, geen woorden voor, dat is gewoon super. Hè. Er wordt gevierd zoals dat de eerste keer is. Hè? Ja, absoluut. Het is niet omdat een tweede keer of een derde keer is dat het feestje minder wordt. Dat zeker niet. Ja, hoe was dit seizoen voor jullie? Want je hebt een aantal thuismatchen dat je punten liet liggen. Goh, ik denk dat we dit seizoen in het algemeen beter gevoetbald hebben dan vorig seizoen. Dat we er voetballende oplossing beter uitkwamen. Dus ik ben op dat vlak ben ik meer tevreden dan vorig seizoen. Ik denk ook dat we in totaal meer doelpunten maken. Al wil ik niet helemaal zeker eens nakijken, maar nee, ik ben heel content. Ja. En volgend jaar ga je mee naar de Super League met Tine? Ja, dat is ons toch gezegd, dus ik ga ervan uit. Ja. En dan dus met deze ploeg? Is er wel iets mogelijk, denk ik, hè? Want het is de ploeg die grotendeels samen blijft. Een aantal mensen komen nog bij ook. Ja, dus dat is denk ik wel een sterk punt, dat er heel veel meisjes in dit team blijven. Een paar versterkingen en dan denk ik wel, ja, we zullen sowieso extra moeten gaan trainen en hard werken. Maar ik kijk er zeker naar uit om terug op het hoogste niveau te spelen. Ja, het enige minpunt, of is dat dan toch een positief punt, halve finale in de beker tegen Club Brugge? Ja, dat ons seizoen helemaal afgemaakt natuurlijk, hè. Maar ik denk dat we daar al geraakt zijn. Heeft natuurlijk ook meegespeeld, is het ook iets moois. Op voorhand weet je niet goed wat verwacht als je naar daar gaat. En dan was het gewoon na de wedstrijd, omdat je dan net nog maar niet verliest, was dat een beetje zuur. Maar achteraf bekeken, ja, dat een mooie bonus geweest, maar het is goed zo. Allee, proficiat en veel feestgenot vanavond. Hè. Ja, dankjewel. Komt goed. Dank u.